Het gaat nog altijd om die tweede plaats die recht geeft op Champions League voetbal. En misschien dat een vrije trap van Hooijdonk dan soelaas kan bieden. Het is een hels karwei voor Temmink om die muur op de juiste afstand te krijgen. Veel spelers natuurlijk ook weer van Feyenoord daarbij om Van Dijk het zicht zoveel mogelijk te ontnemen. Van Hooijdonk. Van Hooijdonk, ja! Toch weer Pierre van Hooijdonk. De man die zo centraal in de aandacht stond de afgelopen week. Om redenen waar hij zelf niet blij mee om was. Maar hier, onderkant lat. Zo heeft hij ze graag. Zo heeft het legioen het graag. En Feyenoord op voorsprong. Lema Kabessi bouwt een brug met Kalou en Feyenoord is weg. Wisgerolf, Lema Kabessi, afgejaagd door Ono. Bosveld, Buffel. Bosveld en de vrije man is van Hooijdonk. Oh, wat een mooie goal van Pierre van Hooijdonk. Schitterend. Hier wil Lema Kabessi een vrije bal. Die krijgt hij niet. Van Egmond laat doorspelen. Bosveld vindt de vrije van Hooijdonk. Die nog geen seconde in de wedstrijd zat eigenlijk. Behalve dan het schot op de kruising. Maar van Hooijdonk bewijst eens te meer zijn enorme waarde voor Feyenoord. Wat een prachtig doelpunt. De gele kaart is voor Dirk. Zo kennen we de Braziliaan. Slalomend, versnellend. Dan komt daar Dirks die hem even te pakken neemt. Dit zal toch de plek zijn voor Pierre. Dat is het ook. En hij doet het weer hoor. Wat een doelpunt. Weer het eerste doelpunt voor Feyenoord gemaakt door Pierre van Hooijdonk. En ze zijn dus niet alleen mooi, maar ook heel belangrijk. Want de wedstrijd zat een beetje op slot. Er gebeurde weinig tot dit moment. Oh, in de kruising. Hesp volstrekt kansloos. Zij hebben een zwaar seizoen en ook een zware avond. Van Vessem ziet dat Van Hooijdonk de bal heeft neergelegd. Liever heeft Van Hooijdonk hem natuurlijk links van de as van het veld. Maar ja, dit kan misschien ook. Voor de eventuele linksvoetigheid is Raza ook daar. Maar dat is alleen maar versiering. Van Hooijdonk kan het dus daar vandaan ook. En wat is het dan prettig voor de volle Kuip, wat is het prettig voor Feyenoord, wat is het prettig voor Pierre van Hooijdonk, dat je dit kan. Van Vessem staat erbij als bevroren. Van Hooijdonk onder de bal door. Zwaanswijk laat het aan Thomasson en Thomasson wordt gevoerd door Roest. Roest bij geel. Wapenaar realiseert zich de ernst van de situatie. Misschien de grootste dreiging van de wedstrijd tot dit moment. Van Hooijdonk. Ja, hij kan het nog. Hij breekt de wedstrijd open met zijn vijfde treffer van de competitie, Pierre van Hooijdonk. De wedstrijd die tot nu toe niet spectaculair en zonder weinig kansen verliep. Maar dit soort vrije trappen zijn meer dan halve kansen voor Pierre van Hooijdonk.